2 jaar celstraf. Er lopen momenteel een heel aantal rechtszaken tegen mij. De eerste daarvan zal er op 12 maart een uitspraak zijn. Dat zijn rechtszaken volgens haatspraak. Ik zou haatspraak hebben geuit tegen andere gemeenschappen. De eerste zaak rond memes die zijn gedeeld in een private chatgroep, die komt op 12 maart tot een uitspraak. En daar vraagt het Openbaar Ministerie niet minder dan 2 jaar celstraf. 10 jaar verlies van burgerrecht en 24.000 euro boete, inderdaad. Dan zijn er nog 2 rechtszaken die op komst zijn voor haatspraak tegen de Roma-gemeenschap en voor haatspraak tegen de LGBTQXYZ-gemeenschap. Dus dan gaat de recidive optreden en moet ik mogelijk inderdaad echt naar de gevangenis. Nog een vierde zaak. Ja? Een vierde zaak, en dat is iemand van Schuld en Vrienden, een activist, die een pamper, een incontinentieluier naar een tegenstander zou hebben gestuurd. En dat wordt nu geclasseerd als een doodsbedreiging. Ook een rechtszaak die op mij afkomt.